Ongelooflijk, de tegenstanders zijn er gewoon eerder dan mijn eigen spelers. Goeie bal, ga maar jongen. Niet mee verdedigen, de bal verliezen. Dat kan mijn zoon wel zijn. Oké, stilte graag. Er staat vandaag een hele belangrijke wedstrijd op ons te wachten. Voor de wedstrijd moet je altijd een handje geven aan de trainer van de tegenpartij. Hij komt niet naar mij, maar ik ga wel naar hem toe. Kom op, kom op. En jullie zijn met één ding bezig. Als jullie de bal verliezen, gaan jullie verdedigen. Hebben we de bal, zij gaan liggen slapen en dan pakken we ze. Dank jullie wel. Dank jullie wel dat jullie zijn gekomen. Ik heb heel belangrijk nieuws. Ik ben namelijk de nieuwe trainer van VOC onder 13-4. Ze staan momenteel laatste en ik heb in ieder geval voor één wedstrijd getekend. De toekomst, dat zien we later wel. Eerst een hele belangrijke klus. Ze hebben dit jaar nog niet één keer gewonnen. 0 punten, zoals je weet. En ze moeten tegen Slikkeveer. Die staan ene laatste. Dus deze moeten we winnen. Ik heb me mentaal heel goed voorbereid. Ik heb heel weinig tijd met de spelersgroep, maar ik ga ervoor zorgen dat ze er klaar voor zijn. Deze challenge ga ik niet zomaar aan. Deze challenge is binnengekomen via een kijker van Touzani TV. Tijmen, bij deze gefeliciteerd, zoals beloofd, jij krijgt een Touzani pak. En voor nu, dank jullie wel dat jullie zijn gekomen. Adios. Het is vandaag matchday, oftewel de dag van de wedstrijd. De spelers weten nog niet dat ik vandaag de trainer ben. Ik moet ervoor zorgen dat ze voor het eerst in deze competitie gaan winnen. De boys moeten om 10:30 aanwezig zijn. 11:00 start de wedstrijd. Het is bijna 10:30. Ik maak me serieus zorgen. Wie te laat is, zit op de bank. Wie ben jij? Dani. Dani? Dan moet je vandaag tegen mij. Okay. Ik ben vandaag de coach van VOC. Nee. Ik ga niet op de foto met de tegenstander. Nog een tegenstander? Ja. Geef je box aan de trainer? Luister, er is geen transfer of zo. Hè? Je blijft gewoon rustig bij Slikkeveer. Oké, kalm maar, kalm maar. En volgens haar? Deze coach gaat gewoon met de tegenstander op de foto. Ja, dat doe ik gewoon. Thanks. Kom eens hier, kom eens hier. Kom eens hier. Niet mee verdedigen. De bal verliezen. En geef de keeper van jullie een klap op zijn achterhoofd. We gaan extra spelen. Ongelooflijk. De tegenstanders zijn er gewoon eerder dan mijn eigen spelers. Keeper. Ja. Dit is mijn keeper. Jij bent als eerste aanwezig. Jij zit ook in het team. Ja. Nou, ik ben ook jouw coach vandaag. Ja. Hoe heet je? Mahmoud. Dus het mag en het moet? Ja. Mahmoud. Ja. Oké, okay, mooie naam. Mahmoud. Hoe laat ben je naar bed gaan? 11:00. Je bent wel eerlijk. Ja. En je bent op tijd. Wat heb je gegeten vanochtend? Cornflakes. Cornflakes? Ja. Welke, met die haan erop? Nee. Melden in de kleedkamer. Wiebe, je staat hier nog steeds. Kom op, naar de kleedkamer. Hij is de coach, hè? Kom on. Ik ben vandaag jullie trainer. Oké. Okay. Ja. Dat is wel leuk. Is wel leuk. Geweldig. Ja, kun je wel zeggen. Ben je van de tegenstander? Ja. Niet te veel praten, ga naar de kleedkamer. Ga je alles geven? Ja. Wat betekent alles voor jou? Winnen. Wel serieus, hè? Ja. Wel in de kleedkamer. Gaan we vandaag de eerste overwinning in de competitie naar binnen slepen? Ja, we hebben 0 punten. Dat is niet zo heel goed. Daarom ben ik er. Om daar verandering in te brengen. Ja. Kan ik op je rekenen? Ja. Ga je alles geven? Ja. Oké, meld in de kleedkamer. Tempo. Okay. Wist je dat ik vandaag jullie trainer was? Nee, van tevoren niet. Wat vind je daarvan? Leuk. Goed zo. Lief zijn voor de trainer, hè? Ja. Oké, naar de kleedkamer. Tempo. Oké, stilte graag. Er staat vandaag een hele belangrijke wedstrijd op ons te wachten. Dit is de dag dat we met z'n allen naar uit hebben gekeken. We hebben in de competitie nog niet één keer gewonnen. We staan laatste en we spelen tegen de ene laatste. Met andere woorden, een hele belangrijke wedstrijd en de uitgelezen mogelijkheid om vandaag weer naar boven te kijken. Ik heb heel veel vertrouwen in jullie allemaal. Ik ben geen strenge trainer. Strenge trainers hebben duizenden regels. Ik heb er maar één. Het maakt niet uit wie je bent, waar je staat, hoe goed je bent. Voorin, achterin, in het midden. De hele wedstrijd lang doe je in ieder geval een poging om mee te verdedigen. Dat is de regel. Doe je
dat niet, dan wissel ik je meteen. 1 team, 1 taak, 1 regel. Hebben jullie dat begrepen? Ja! Is dat duidelijk? Ja! Oké, voordat ik de opstelling bekend ga maken, ga ik jullie eerst 1 voor 1 voorstellen aan de kijkers van Tuzani TV. Wiebe op goal, linksback Lars, centraal links achterin Danny, centraal rechts Max, rechtsback Hidde, Julian op het middenveld samen met Vincent en aan de rechterkant Manas, aan de linkerkant Karsten en voorin Mahmoud en Tibbe. Als jullie vandaag winnen, krijgen jullie allemaal van mij een Tuzani shirt. Hoeveel motivatie wil je nog krijgen? Heel veel. Oké. Gaan we winnen of wat? Ja! Yeah. Dan is het nu belangrijk voor een goede warming-up en daarna begint de wedstrijd. Let's go boys! Yeah! Jullie zijn met één ding bezig. Als jullie de bal verliezen, gaan jullie verdedigen. Hebben we de bal, zij gaan liggen slapen. We zijn de tegenstanders, hè? Ja. Oké, succes. Kom op, bij! Gaan voor die bal altijd op links, dicht bij het hart. Onze captain. Captain Planet, he is our hero. Ben je er klaar voor? Jelle, zit, ja. Zit. Kom, neem ze mee. Wissen. Wissen? Ja. Wie ben jij? Ik ga fluiten. Fluiten of vlaggen? Fluiten. Ja. Mogen de beste winnen. Ja. Je kan mijn zoon wel zijn. Ja. Nee. Panna aan de scheidsrechter. Als je voor ons gaat fluiten, dan knippen we die panna niet erin. Goed idee, toch? Ja, juist. Ja, chantage. Twee keer opdrukken. Twee keer, kom op. 1, 2. Goed zo, opstaan. Kom hier. Kom op. Voor de wedstrijd moet je altijd een handje geven aan de trainer van de tegenpartij. Hij komt niet naar mij, maar ik ga wel naar hem toe. Ik denk, ik kom maar naar u toe. U komt niet naar mij toe, hè? Ja, sorry. Ik ben met de jongens bezig, die zijn ook heel gefocust. Gefocust? Ja. Ja, ze zijn één laatste. We moeten wel winnen. Luister, ik ben vandaag de coach, hè? Ja. Er komt verandering vandaag, hè? Ja, we gaan het zien. Na vandaag zijn jullie de laatste. Succes, hier. Succes. Alleen maar liefde. Ja. Alleen maar liefde. Alleen maar winst. Ik stel jullie even voor aan mijn technische staf. Ik ging niet op de film maken. Directeur van Financiën. Hoofdcommissaris. Hey. Spannend. Kom mee! Goeie bal! Kom maar! Oh. Ga maar! Oh! Dit was het moment om op voorsprong te komen. Ga maar! Kijk maar! Oh! Onze aanvoerder is op dreef vandaag, hè? Oké, okay, dan laat je niet door een meisje door, hè? Kom op! Oh, ze is sterk, hoor! Ja. Hij is echt fan van je. Als ze fan van mij is, zeg tegen haar ze moet rustig spelen. Oh, okay. Kom op. Het leek even alsof het een goal was. Dat dacht jij ook, hè? Eerlijk zeggen. Hey. Ja! Golazo! Golazo! 1-0! Schiet het! Let op hier! Kom op! Nee! Mee verdedigen! Lekker jongens, kijk, dit bedoel ik. Iedereen verdedigt mee. Ze luisteren goed. Karsten, Danny, Hidde, wisselen. Kom op. Jullie worden niet gewisseld omdat jullie niet mee verdedigen, maar omdat iedereen speelminuten krijgt. Je moet wel goed warm worden. Oh, dat is de tegenstander.
Maar jij mag koud het veld in. Nee. Weer van de tegenstander. Gewoon lekker. Blijf koud, blijf. En koekers. We staan 2-0 voor, maar we moeten niet verzaken. Want als ze 2-1 maken, dan kan je mentaal geraakt worden. Dan kan zomaar de 2-2 vallen. Dus we moeten nog kalm blijven. Kom maar jongens, zet maar vast, zet maar vast. Hoe ben je? Kom maar, kom maar, kom maar. Hier was ik dus bang voor. Maar ik kan ze niks verwijten. Iedereen ging mee verdedigen. Hé, hey, maar wat is dat? Het is rust, even terug naar de kleedkamer. Ik ben trots op jou, man. Hé, hey, je bent goed bezig, man. Jongens, het gaat supergoed. We staan 2-1 voor. Hoe lekker voelt dat? Hoe lang is dat geleden dat jullie voor hebben gestaan? Vorig seizoen. Jullie staan nu voor. Hou het vol. Het is heel simpel. Als je gewoon blijft doen wat je net hebt gedaan, dan winnen we met 4-2. Ja, ze zullen een simpele rekensom. 2-1 in de eerste helft, 2-1 in de tweede helft en samen maakt dat 4-2. Ik ben super trots op jullie. Iedereen verdedigt mee. Ook bij de tegenbom. Iedereen probeert in ieder geval zijn best te doen en dat is het belangrijkste. Alleen van 1 team, 1 taak. En af en toe missen we wat kansen, maakt niet uit, ze blijven komen. Ik blijf vertrouwen in jullie. Kom op, boys, voor de tweede helft, oké? Laat je horen! Oh ja, nog even een big announcement. Rarko, wat betekent dat? Groot nieuws. Touzani training is weer terug. We gaan indoor. Indoor betekent? Binnen, binnen. In de voorjaarsvakantie in Rotterdam van 19 tot en met 22 februari in het Rotterdam Topsportcentrum. En in Almere, Almere Haven van 26 februari tot en met 29 februari. Wees er snel bij. Vol is vol. En oh ja, deze man is er ook bij. En als je je afvraagt of die gegroeid is... Nee. Wiebe, hij krijgt training van Ed de Goeie, de oude keeper van Feyenoord en het Nederlands elftal. Wist je dat ik bij hem de Rabona heb gescoord vanaf de penalty, toch? Nee. Nee? Check deze. Kalm, kalm. De tweede helft is weer begonnen. Wat een redding van die keeper. Die ga ik... Ja, dat is die keeper. Misschien ga ik hem wel hier naartoe halen. Dat is onze keeper. Wiebe. Ga maar, jongen. Ga maar. Goed zo, met z'n allen verdedigen. Kijk eens wat de strijders zijn. Met z'n allen. Kom maar, maakt niet uit. Ga maar door, jongens. Ga maar door. Met z'n allen gingen ze verdedigen. Met z'n vijven, vieren. Maakt niet uit. Met de goal. Schitterende goal. Goed jongens. Echt goed gevoetbald. Het zijn publiekswissels, hè? Publiekswissels.
overwinning. 5-1. Groot applaus voor Wiebo! Ik ben super trots op jullie, echt waar. Ik ben alleen een klein beetje teleurgesteld. Ik vroeg aan jullie, eerste helft 2-1, tweede helft 2-1, bij elkaar 4-2. En wat doen jullie? Jullie winnen met 5-1. Het was een mooie wedstrijd en deze trainer moet heel snel naar de persconferentie. Ik zie jullie daar. Geweldig, man, Soefje, zo'n eerste overwinning. Hoe voelt dat nou? Allereerst, ja, geweldig. Ik bedoel, als je die kopjes ziet van al die jongens, ze hebben niet één keer gewonnen dit seizoen. En als ze dan feest aan het vieren zijn, dan kan je alleen maar een trotse trainer zijn. Ja, toch wel prachtig vandaag. Maar hoe heb je dat eigenlijk voor elkaar gekregen dan? Ja, kijk, niet te veel credits naar mezelf. Ik bedoel, ze zijn natuurlijk al een tijdje aan het trainen. Ik heb ze niet één keer getraind. Maar daardoor had ik wel iets heel makkelijks bedacht. En ik dacht van, weet je wat, ik ga niet te veel regels meegeven. Ik geef er maar één. En dat is? Ja, ik wou het eigenlijk niet verklappen, maar volgens mij is het gewoon in het filmpje te zien. Meeverdedigen. Meeverdedigen, heel belangrijk. Maar en nu? Wat ga je nu verder doen? Ik had voor één wedstrijd getekend. Ik ben een man van het woord. En ik wil nu eigenlijk de gelegenheid geven voor degenen die aan het kijken zijn. Wil je nou dat ik een keer bij jouw trainer ben? Laat het weten hier beneden in de comments waarom ik naar jullie toe moet komen.